De commissie Beter Onderwijs. Dat is een commissie die is geïnstalleerd in 2020. Dus naar aanleiding van dalende leerprestaties van de Vlaamse leerlingen in internationaal vergelijkend onderzoek. Zeven academici en zeven praktijkmensen hebben zich onder voorzitterschap van Philip Brinkman, een schooldirecteur, beraden over de belangrijkste aandachtspunten die ons onderwijs meedraagt. En om advies te geven over mogelijke oplossingen, handvatten, om het onderwijs beter te maken. Er zijn bijna 1000 leerkrachten kandidaat geweest. Dus de commissie kon zeer selectief te werk gaan om die zeven praktijkmensen te selecteren. En heeft uiteindelijk een rapport opgeleverd, de leerlingen en hun leerkracht. In dat rapport vinden we 58 concrete adviezen, 10 speerpunten om de onderwijskwaliteit op te krikken. Dat is heel wat om te lezen, om te beschouwen en om een mening over te vormen. En OVDS heeft de juiste persoon in huis om dat werk op zich te nemen. Tino Dolaby is hier al aanwezig. U ziet op dit moment de PowerPoint-presentatie die hij straks gaat brengen. Tino is al enkele jaren gepensioneerd, maar is jarenlang leerkracht geweest. Ook vakbondsafgevaardigde lid, als ik het mij herinner, van het Nationaal Bestuur van ACOD Onderwijs. En vooral ook een van de drijvende krachten achter oproep voor een democratische school. En het is aan Tino dat ik nu met veel plezier voor het komende uur ongeveer het woord geef. Tino, ga je gaan. Ja, dank u wel, Jeroen. Ik zal mijn best doen, maar je mag mij daar een klein beetje bij aansporen om het in minder dan een uur te doen, zodat er toch nog iets tijd overschiet voor discussie. Het is wel een warm boterham, dus het is niet zo simpel om het er op minder dan een uur te doen, maar het zou toch moeten gaan. Ik begin met een paar algemene, een paar beleggende punten. Dus een titel van boven staat wel degelijk enkele krachtlijnen, dus ik heb zeker niet de tijd en niet de ambitie en niet de mogelijkheid om alle aanbevelingen te vermelden, zelfs niet. Dus dat is hoe dan ook een keuze. En ik heb, bij niet van spreken, als criterium voor de keuze genomen, ik ben eigenlijk vertrokken, en dat is ook logisch, denk ik, van de invalshoek van OVDS. En wij hebben in 2020, juist voor de corona, hadden wij een campagne gestart met een memorandum, een petitie onder een titel Ambitie en sociale gelijkheid in ons onderwijs. Dus dat zijn de twee grote polen voor ons. Aan de ene kant belang van een hoogstaand onderwijs, dus kwaliteit, veelzijdige vorming. En anderzijds het aspect sociale gelijkheid, dat voor alle leerlingen moet zijn. Dus enerzijds geen neerwaartse nivellering en anderzijds ook geen elitair onderwijs voor een minderheid. En het is dus met die bril, vanuit die invalshoek, dat ik vandaag in deze conferentie een aantal van de krachtlijnen van het rapport Brinkman zou willen bekijken. En ik wil dat met een open blik doen, dus daarmee bedoel ik niet vooringenomen. Dus ik raad het ook iedereen aan om dat rapport te lezen. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar dat is toch vanuit een bepaalde hoek geschreven. En dus ja, ik denk, je moet het wel lezen en het op zijn merites beoordelen en niet zeggen van, ja, maar het komt van die hoek en dus zal het wel, ik denk dat dat niet juist is. Dus ik weet ook, ik heb ook gezien in de minister Weitz daar zeer opgetogen over het rapport. Hij zwaait daarmee letterlijk in de parlementaire debatten. Dat is de Bijbel. En van alle partijen, de partij die er meest euforisch over doet, dat is de N-VA. Maar dat betekent niet, of dat betekent zeker niet noodzakelijk, dat je kan niet zeggen dat dit nu een N-VA-rapport is. Het rapport is geschreven door die 15 mensen van die commissie. En er zijn daar ook mensen in van verschillende interesses en verschillende standpunten en zo. En het, ja goed, als je 15 andere mensen zou nemen, zou je natuurlijk waarschijnlijk een ander rapport hebben. Maar dit rapport is nu geschreven door die 15 personen. En het is zeker en vast, vind ik toch wel een waardevol rapport met veel. Het is ook in het algemeen zeer leesbaar. Dat is ook al een positief punt van dat rapport.
En dus ik vind, het verdient zeker om gelezen te worden en dan ook natuurlijk om besproken, geanalyseerd te worden. En dat mag ook met kritische zin en ik zal dat ook wel ook met kritische zin doen vanavond. De uitgangspunt van het rapport. Het rapport begint dan in de eerste zin, dat is ons Vlaams onderwijs is in crisis. En het punt die dan het meest naar voren komt in die crisis, dat is dan de daling van het niveau, die, denk ik, impliciet wordt dat zo gezegd, ongeveer 20 jaar bezig is. En men vermeldt daarmee dan, daarbij, niet uitsluitend, maar dan op de eerste plaats de dalende resultaten in PISA. Dat is het uitgangspunt van het rapport. Over die daling van het niveau, ik ga daar, dat is een conferentie op zijn eigen waard, van men dat moet nuanceren, die daling, dat men dat moet preciseren, maar ik wil het zeker ook niet ontkennen. Dus we zijn zeker geen negationisten van de daling van het niveau. Dus we zijn zeker niet degenen die zeggen, ja, er is geen enkel probleem met het niveau, dat is allemaal iets, een uitvinding van ik weet niet wie. Dus dat is, maar meer ga ik daar nu niet over zeggen in de inleiding. En dan een laatste puntje. Het is niet de eerste keer dat er in het Vlaams onderwijs een commissie aan het werk is geweest rond het thema beter onderwijs of een variant op dat thema. En ik wil er daar drie gewoon even vermelden. We hebben de commissie Monaar gehad in 2009. Dat was dan voor de vernieuwing, dus de hervorming van het secundair onderwijs. Maar was een zeer uitgebreid rapport. Daarvoor, tussen 2002 en 2008, dat is een verschillende fase geweest. Er zijn ook meerdere versies van die rapporten geweest. De commissie Accent op Talent. En dan als je iets langer in een tijd teruggaat, in 1994 had je een commissie van de Koning Boudewijn Stichting. Dat was trouwens nog een tweetalige commissie. De titel was De school staat niet alleen. En ik heb die alle drie nog een keer, ik zal niet zeggen helemaal herlezen, maar toch een klein beetje bekeken. Dat is interessant, want er natuurlijk enerzijds zaken zijn die altijd terugkeren, maar je ziet natuurlijk ook in de loop van de tijd ook evoluties. En ik heb een paar keren, ga ik in de loop van mijn conferentie, ga ik een paar keer een vergelijking maken aan de hand van een paar citaten rond bepaalde punten. Dus het is zeker geen, dus het onderwerp vanavond is niet een systematische vergelijking tussen dit rapport en vorige rapporten, maar ik ga dat een paar keren toch aanhalen. En ik denk het zou een interessante oefening zijn om dat eens wel systematisch te vergelijken. Maar dat is dan niet voor vanavond. En ik heb daar straks gezegd, we hebben in 2020 waren we een campagne begonnen en die loopt eigenlijk nog altijd. En we gaan die ook trouwens dit schooljaar, het volgende schooljaar, een beetje terug een nieuw leven inblazen en een beetje preciseren. Dus ambitie en sociale gelijkheid voor ons onderwijs. En dus ik wil nu de conferentie via die twee assen bekijken. Dus ik wil in een eerste gedeelte spreken over sociale gelijkheid. En dan in het tweede gedeelte het aspect ambitie. Dus ambitie, daarmee bedoelen we een veelzijdig onderwijs van hoog niveau. Dus eerst het punt, dus A, sociale gelijkheid. En ik ga daarbij op die as een aantal kritieken geven. Want dat is de as waar er volgens mij het meest kritiek op te geven is op het rapport Brinkman. Dus op deze as zal het hoofdzakelijk kritiek zijn dat ik zal leveren. Omdat ik vind dat de kritieken eigenlijk daar op dat vlak het halen eigenlijk bij op de positieve punten. Dus en ik ga daarbij drie punten vermelden. Sorry. Dus een eerste punt van kritiek op de as rond sociale gelijkheid. Het rapport Brinkman in de inleiding, dus als we het hebben over de crisis van het Vlaams onderwijs, daar staat dan één zinnetje in Hans die bladzijde. En het staat daar, de prestatiekloof tussen kinderen onderling blijft groot. Natuurlijk een juiste vaststelling. Maar dat is eigenlijk wel een zeer, weinig zeggende vaststelling. Want er gaat natuurlijk altijd een prestatiekloof zijn tussen kinderen. Maar als je alleen maar dat zegt, dan zeg je eigenlijk bijna niets. En ik wil dat eventjes vergelijken met een paar citaten uit het rapport Monaar, dus van 2009. En ja, je kan ze daar lezen. En ze zijn interessant omdat die toch heel expliciet zijn.
Dus ik ga een paar dingen samenlezen met jullie en een aantal dingen later lezen. Dus Monaar zegt in zijn rapport, de prestatieverschillen van leerlingen blijken sterk gerelateerd te zijn aan de sociaal-economische situatie van de leerlingen. Dus men zegt dat heel expliciet. Natuurlijk is er een prestatiekloof, maar die kloof die is volledig, alleen niet volledig, maar die is zeer sterk verbonden met de sociale afkomst van de leerlingen. Dat is een heel belangrijke notie natuurlijk. En dan de volgende zin is ook niet onbelangrijk. Bijna nergens, in Europa betekent dat, is de invloed van de sociale situatie van de ouders zo determinerend voor de schoolresultaten dan bij ons. En dan komt er een beetje verder. Het onderwijssysteem reproduceert sociale ongelijkheid veel eer dan ze te milderen. En zo verder. Dus laat u even verder lezen. En dan in datzelfde rapport Monaar in de inleiding verwijst hij dan ook naar een titel van de beleidsnota van de toenmalige minister Van den Broeke. Dus dat is de beleidsnota van 2004-2009. Dus een titel van de beleidsnota toen was Vandaag kampioen wiskunde. Want dat was een tijd dat Vlaams onderwijs nog bijna helemaal bovenaan stond in PISA voor wiskunde. En dan, maar wat ik nog zeer geïnteresseerd, dat is een tweede gedeelte van die titel, dat is Morgen ook in gelijke kansen. Dus dat betekent, Van den Broeke zei, we zijn goed wat betreft de gemiddelde prestaties, maar we hebben een probleem wat betreft gelijke kansen. We hebben een probleem wat betreft sociale gelijkheid in het onderwijs. Dus dat was een expliciete erkenning dat dat een serieus probleem is in het onderwijs. En dus dat is een totaal andere, benadering dan vandaag. En dus niet alleen in het rapport Brinkman, maar dat is ook een totaal andere benadering in het huidige regeerakkoord, in het regeerakkoord van deze regering. Dus sociale gelijkheid in het onderwijs, dat is geen echt... Ja, je gaat nu alle twee in de bed, ik ga me laten wijzigen. Dat is geen echt groot probleem meer voor het huidige beleid. En ik wil nog zo even lastig. Ga je nu alsjeblieft alle twee in bed liggen? Ik wil nog even wijzen op een klein zinnetje daar helemaal onderaan. Dus wat Monaar zegt, dat beleid van gelijke kansen en zo verder kreeg concreet gestalte doorheen een indrukwekkend geheel van maatregelen en projecten. En dan komt het, en wel op basis van een relatief brede consensus in het Vlaams parlement. Dus hij spreekt situatie 2009, dat is ongeveer het einde van de regering waar dat Van den Broeke minister onderwijs was. Dus van Monaar merkt op, er was een vrij brede consensus, met name dat sociale ongelijkheid in ons onderwijs een probleem was en moest aangepakt worden. En ook op dat vlak is er dus wel een evolutie in negatieve zin dan gekomen. En dan een tweede aspect of een ander voorbeeld om te zeggen dat de sociale ongelijkheid niet als dusdanig wordt geduid als een essentieel probleem. Dat is de eenzijdige lezing van PISA. Dus in het rapport van Brinkman wordt er heel expliciet en heel uitgebreid ingegaan op de PISA-onderzoeken, de PISA-enquêtes. Dus iedereen weet wat dat PISA is. Hè? Dus de OESO om de 3 jaar een internationaal onderzoek, landen vergelijkend rond 3 domeinen. Dus wiskundige geletterdheid, wetenschappelijke geletterdheid, leesvaardigheid. Het gemiddelde op wereldvlak 500 punten, standaarddeviatie, standaardafwijking 100, dat betekent 2/3 van de leerlingen zitten tussen de 400 en de 600 punten. En dus men gaat bladzijden lang, gaat men inzoomen op de daling van de gemiddelde Vlaamse prestaties tussen 2000 en 2018. En die is daar, die daling. En ik noem het daar, die cijfers zijn niet onbelangrijk, 25 punten voor wiskunde geletterdheid, 9 punten. Voor wetenschappelijke geletterdheid 30 punten voor leesvaardigheid. Ja, dat is significant, maar je moet dat dan eigenlijk, zou dat moeten vergelijken met een andere kloof. En daar wordt er eigenlijk geen melding over gemaakt. Dat is de kloof die er bestaat binnen het Vlaams onderwijs dan tussen de leerlingen van verschillende sociale afkomst. En ik ga daarvan een aantal vias tonen om dan eigenlijk de discrepantie te tonen. Tussen, goed, men maakt zich druk en niet helemaal zonder reden over de daling van de gemiddelde Vlaamse prestaties. Maar het punt dat er daar een prestatiekloof is,
die vele, vele, vele keren erger is en groter is en blijvend is, dat is precies de moeite niet om te vermelden. En ik wil daar een paar dia's over tonen. Kijk, dat zijn, dat is een grafiek met punten voor wiskunde, dus voor wiskundegeletterdheid in PISA. En de leerlingen zijn hier ingedeeld volgens 10 decielen. Dus 10 keer, elk deciel is 10%. Aan de linkerkant heb je de 10% armste leerlingen. En aan de rechterkant, dus deciel 10, dat zijn de 10% rijkste leerlingen. Hoe dat men dat juist tot stand komt, daar ga ik nu niet op ingaan. Dat is eigenlijk, dat zou nu te veel uitleg vragen en dan ga ik zeker niet binnen het uur eindigen. Maar die cijfers spreken natuurlijk voor zichzelf. Je ziet daar een enorme kloof, niet alleen tussen het eerste en het tiende deciel, maar je ziet dat dan eigenlijk bij per deciel dat het aantal punten toeneemt. En er is wel degelijk een kloof als je zelf het trouwste deciel er even apart neemt of weglaat. Dus tussen het tweede deciel en het tiende deciel, 627 min 513, dat is 114. En als je dan het eerste deciel er nog bij neemt, dan wordt die kloof nog veel groter. Dus vergelijk dat met die punten daar, die daling, 9 punten, 25 punten, 30 punten, niet onbelangrijk, maar als je hier die kloof ziet, die is nog een keer van een ander kaliber. In dezelfde orde van ideeën, je hebt hier decielen, maar kwartielen, dus per 25%. Hier gaat het niet over wiskunde, maar de drie samen. En het gaat hier ook Franstalig onderwijs en Vlaams onderwijs is hier samengenomen. Maar je kan eigenlijk, als het over deze kwestie gaat, kun je zeggen, het Franstalig onderwijs en het Vlaams onderwijs zijn elkaar ongeveer waard, want het zijn de twee kampioenen van ongelijkheid op Europees vlak. En dus je ziet hier, als je de kloof tussen het eerste en het vierde kwartiel, dus met andere woorden, tussen de gemiddelde prestatie van de 25% armste leerlingen en de gemiddelde prestatie van de 25% rijkste leerlingen, je kan dat zelf uitrekenen, dat is 558 min 445, 113 punten. Dus dat is enorm veel. Dus als je dan druk maakt over 9 punten en zelfs over 25 punten, dus deze kloof van 113 punten, dat is nog van een andere grote orde en die is minstens even relevant. Dus nog even een klein toemaatje, maar ik ga er voor de rest niet lang op bij stilstaan. Dat zijn opnieuw de 10 decielen. Dat is opnieuw het Vlaams onderwijs. En je ziet daar duidelijk, dat is het per deciel, het aantal procent leerlingen die respectievelijk in het ASO, TSO, KSO, BSO, sorry, TSO en KSO, dus technisch en kunstonderwijs, is hier samengenomen, is dat roze. BSO is het blauw. En je hebt er dan nog een lichtkleur bovenaan. Dat zijn de leerlingen die op de leeftijd van 15, 16 jaar, wat men normaal in het vierde middelbaar zou moeten zitten, die nog in de eerste graad zitten of die in buitenonderwijs zitten. En je ziet dat duidelijk als je bijvoorbeeld het paarse neemt onderaan, dat zijn de leerlingen in het ASO, dat is in het eerste deciel 10%, in het vijfde deciel is dat 88%. En omgekeerd, BSO, in het eerste deciel is dat een goede helft, in het tiende deciel is dat, ja, statistisch gezien ongeveer niemand van het rijkste 10% leerlingen die in het BSO zit. Dus deze dia toont heel duidelijk aan dat de sociale afkomst een enorme rol speelt, in dit geval op deze dia hier nu, in wat betreft ASO, TSO en BSO. Tino, is dat ook op de leeftijd van 15 jaar? Ja, want het gaat over PISA-cijfers. Dus ja. PISA-cijfers, ah ja, dat is ook per definitie, PISA. Ja. PISA is per definitie leerlingen, ja, okay, op de leeftijd van 15, en die worden dan 16 jaar. Dus als ze op leeftijd zitten, zitten normaal dan in het vierde secundair. Maar er zijn er ook die nog in het derde zitten. Maar die worden ook geteld. En dan heb je hier nog een dia om met de sociale ongelijkheid te illustreren. Opnieuw de 10 decielen. Het is opnieuw op basis van cijfers van PISA. Het is opnieuw op de leeftijd van 15, 16 jaar. En het gaat deze keer over het percentage zittenblijvers. Schoolachterstand. Dus 1 jaar is de zwarte balk. En de grijze balk is 2 jaar of meer. Die opnieuw hetzelfde fenomeen. Tuinse deciel, je ziet dat, 50% van de leerlingen is minstens 1 jaar blijven zitten. En niet onbelangrijk, toch ook 7-8%, 2 jaar of meer. Als je in het tiende deciel zit, het rijste deciel, het zitten blijven bestaat daar ook, maar veel, veel minder, 10%. En dus je ziet ook, als je de resultaten heel globaal bekijkt, ik zal daar straks nog even dat ook nog vermelden, Vlaams onderwijs,
met taalstalig onderwijs ook nog erger eigenlijk. Er zijn ook wel, bij ons is het en blijven vrij frequent. In de landen waar dat er zit en blijven bijna onbestaande is, of zeer weinig voorkomt, bij ons is dat zijn van oudsher een fenomeen dat veel voorkomt. Maar het is duidelijk ook sociaal bepaald. Dat is wat ik met deze dia wil tonen. Goed, dat was een eerste aspect van sociaal ongelijkheid. Kom je aan een tweede punt. Als het Vlaams onderwijs een van de kampioenen is, ook samen met het Van Stalen onderwijs van België, op Europees vlak, van sociaal ongelijkheid, dat is dan geen toeval. En dat heeft dan vooral te maken met het fenomeen dat we in ons onderwijssysteem een grote sociale segregatie hebben. Segregatie betekent het naast elkaar bestaan van scholen, gemengde scholen, maar ook scholen met een arme populatie en ook scholen met een rijke, met gemiddeld een heel rijke leerling. Ludo, dat is Tino en dat is Ludo Merk. Die is weer ontrond. Ja, die kan jij met de stoel zitten. Mag ik toch even aan iedereen vragen om de microfoon op mute te houden? Dank u wel. Ja, dan gaan we naar boven gaan. Ja, dus de sociale segregatie in ons onderwijs is zeer belangrijk. Dat betekent dat bij ons een groot percentage arme en ook rijke concentratiescholen bestaan. Dat is allemaal niet hè? En die analyse, dat wordt in feite in het rapport Brinkman in een zekere zin genegeerd, omdat men daar niet op ingaat in elk geval. De impliciete, of misschien zelfs expliciete boodschap is eigenlijk, als het over gelijke kansen gaat, dat men zegt, kijk, de beste manier om aan gelijke onderwijskansen te realiseren, dat is, zorg dat je goede leerkrachten hebt die een effectieve leerstrategie hanteren. En natuurlijk is er niemand die zal zeggen dat goede leerkrachten dat niet belangrijk is en noodzakelijk is. En dat goede didactiek daarbij natuurlijk ook noodzakelijk is. Maar het is eenzijdig, en in die zin ook verkeerd, van gelijke onderwijskansen gelijk te stellen met die bedoeling of met die intentie. En ik wil dat even, en ik heb het dan over het schoolcompositie-effect. En ik wil dat, ik ga nu even een paar dia's verder gaan, om het schoolcompositie-effect uit te leggen. Ik ga dat doen aan de hand van deze dia hier. Kijk, dat is een heel belangrijke dia, die komt uit een studie van Idis Nikese. En dat is ook op basis van het cijfermateriaal van PISA voor de Vlaamse leerlingen. Je hebt daar drie keer drie kolommen. De drie kolommen links, dat stelt een school voor met gemiddeld een lage 6. 6 betekent sociaal-economisch statuut. Dat andere woorden, dat is eigenlijk een school, een arme concentratieschool. De drie kolommen rechts, dat stelt eigenlijk een school voor een rijke concentratieschool. Dat zijn een school met gemiddeld veel rijke leerlingen. En midden is uiteraard tussenin. En dan zie je, ja, dat valt onmiddellijk op natuurlijk, dat de arme concentratieschool in vergelijking met de rijke concentratieschool, dat daar enorm verschil is wat betreft de punten. Het gaat hier over wiskundige geletterdheid in PISA, dus je kan bijna zeggen, het is een verschil van bijna 200 punten. Hè. Je ziet aan de linkerkant zit je ongeveer iets boven de 400 en aan de rechterkant zit je tegen de 600 en dan midden ongeveer een goede 500. Dus die kloof is enorm tussen de gemiddelde prestaties van een arme en een rijke concentratieschool. Maar wat dat ook interessant is dan het volgende. Dus als je dan kijkt binnen die school, ik zal nu de rechterkant nemen. Dus als je de rijke concentratieschool neemt, aan de rechterkant, natuurlijk, de gemiddelde sociaal-economische status die is hoog. Het is een rijke concentratieschool. Maar ook in een rijke concentratieschool heb je nog altijd leerlingen. Je hebt dan leerlingen van een rijke thuissituatie. Je had daar ook leerlingen hebben met een individuele sociale afkomst laag en ook ertussenin. En dat zijn dan drie kleuren. En dan zie je dat telkens de groene balk hoger staat dan de blauwe. En dat is ook waar voor die andere twee scholen. Dus dat wil zeggen, de individuele afkomst speelt nog wel een rol, maar dat verschil is zeer klein. Nu, dat is een dia die iets meer uitleg zou vragen dan ik het nu doe. Ik ben misschien een heel klein beetje kort door de bocht aan het gaan. Maar wat ik vooral wil tonen met deze dia, dat is wat men noemt het schoolcompositie-effect. Dat is het effect van de
de leerlingenpopulatie op schoolniveau, de invloed daarvan op de prestaties, op de individuele leerprestaties van leerlingen. Met andere woorden, een segregatie. Dus een systeem met veel segregatie. Dat betekent dat er arme concentratiescholen bestaan. Dus die school aan de linkerkant. Dus wat dat gemiddelde dan maar rond de 400 punten is voor wiskunde. Terwijl het gemiddelde normaal rond de 500 zou moeten zitten. Wel, zo'n systeem van sociale segregatie is zeer nefast. Vooral voor de kansarme leerlingen, want het zijn die leerlingen die grotendeels, die gemiddeld gezien, statistisch gezien, die zullen meestal ook samenzitten in een arme concentratieschool. En die ondergaan dan feitelijk de negatieve invloed van die concentratie van arme leerlingen bij elkaar. Dus hoe dat allemaal, dat mechanisme in elkaar zit, daar gaat niet op in. Maar het is in elk geval een vaststelling waar dat iedereen denkt, waar dat veel mensen spontaan wel mee akkoord gaan. En die in elk geval ook statistisch op basis van de PISA-resultaten kan afgelezen worden. Ik ga nu even terug naar waar ik gekomen was. Dus ik heb dat dus ik heb nu gesproken over het schoolcompositie-effect om te zeggen, als je het over gelijke onderwijskansen hebt, je kan niet het aspect segregatie negeren, dat is niet ernstig. In het rapport Brinkman staat er een handschoolstuk. Ik heb het daar helemaal samengevat. Allee, ik bedoel, de eerste zin is een titel en dan de rest zijn dan de titels van elke aanbeveling. Het is letterlijk overgeschreven, maar het zijn alleen maar de titels. Dat gaat over de impact van armoede op het leren en op naar school gaan. Dus een belangrijk onderwerp en dat is in elk geval een heel positief punt dat daar aandacht voor is in het rapport Brinkman. Dus en redelijk veel aandacht. Dat zijn bladzijden lang. En als je dat leest, al die zaken, die hebben allemaal genut. Dus ik wil die elementen die hier worden aangehaald niet in twijfel trekken dat dat belangrijk is. Hè? Achterstand in instructietaal, stereotypering, hoge verwachtingen stellen, de band tussen de ouders en de school, het hokbeleid en zo verder. Dus ik ga er niet allemaal op ingaan. Dus dat is goed dat die vermeld worden en die worden ook besproken en er wordt daar zaken over gezegd en zo verder. Maar opnieuw, als je dat allemaal leest, dan als je het hebt over de impact van armoede, wat daar ontbreekt in Hans dat stuk, als je het hebt over de impact van de armoede, dat is juist ja, de impact van het feit dat ons onderwijssysteem zodanig is dat je daar zit met een enorme sociale segregatie tussen de scholen. Dat je aan de ene kant arme concentratiescholen hebt, aan de andere kant rijke concentratiescholen en soms niet ver van elkaar gelegen. Niet ver van elkaar afgelegen. Je hebt ook sociaal gemengde scholen natuurlijk. Hè. En dus dat vind ik, ik herhaal het in feite, dat is een groot tekort aan het rapport Brinkman, dat heel dat aspect sociale segregatie eigenlijk niet ernstig wordt genomen. En dan... Ik ga nog even verder. Dus die sociale hoe komt dat nu? Want ik heb nu gezegd, ja, de sociale segregatie in het Vlaams onderwijs is zeer groot. Hoe komt dat nu dat dat bij ons veel groter is dan in andere landen? Want dat komt door een combinatie van een aantal structurele kenmerken van ons onderwijs. Het is die combinatie die ook belangrijk is. En ik ga er vijf vernoemen. De eerste drie, ik zal heel kort vermelden, want elk van die elementen vraagt veel uitleg en kun je heel veel over zijn. Dus dan is ten eerste, wij hebben een systeem van vrije schoolkeuze. En de vrije schoolkeuze, en dat is belangrijk bij het inschrijvingsbeleid, dat primeert in ons onderwijs boven de sociale mix. Er zijn er pogingen geweest de laatste 10, 15 jaar om er iets aan te doen. En onder andere bijvoorbeeld de dubbele contingentering. Dat was een zeer positieve maatregel die als bedoeling had bij het inschrijvingsbeleid de sociale mix te verbeteren. En wat gebeurt er nu? Ja, deze regering heeft het afgeschaft nu. Dus het parlement in februari heeft het afgeschaft. Dus het wordt gewoon geliquideerd. En dus, goed, het rapport Brinkman, men spreekt daar niet over. Een tweede aspect van structureel kenmerk in onderwijs die bijdraagt tot sociale segregatie, dat is de vroegtijdige opsplitsing in onderwijsvormen en studierichtingen. En dus het feit dat de leerlingen in feite op 12 jaar moeten een keuze maken voor, ja, in feite voor een school, die waarschijnlijk, dus in principe kiest men voor een school op 12 jaar, die zogezegd nog geen onderwijsvorm is, maar men kiest in de feite meestal toch voor een school die ofwel gaat voorbereiden op hoger onderwijs of een universiteit, dus een ASO-school, of een school waar dat men ook kan afstuderen om op 18 jaar te gaan werken. Dus
wat men noemt een vakschool, VTI, of een koninklijk technisch ateneum tegenover een college of een ateneum. Dus op 12 jaar, dat is vrij vroeg. Wij zijn dat gewoon, maar in veel landen is dat maar op 14 of 15 jaar. En nog langer wat vroeg is, Duitsland is op 10 jaar, maar globaal gezien zitten wij daar zeer vroeg bij. En dus ja, ook op dat vlak het rapport, daar spreken ze wel van, maar dan niet om te zeggen dat dat te vroeg is, maar in feite in tegendeel, zij zeggen ja, dat ze zeker niet voor een brede eerste raad zijn, dat er pogingen voor gebeurd zijn. Het rapport Monnar, waar ik naar verwezen heb in 2009, was een pleidooi voor een brede eerste raad en zelfs voor een veel bredere tweede raad. Goed, men heeft dan de hervorming van het secundair onderwijs gehad. Daar is op dat vlak is niet uitgekomen wat er van verwacht was in een tijd van Monnar en onder Van den Broeke, zoveel jaren geleden. Maar de commissie Brinkman is absoluut niet voor een brede eerste raad en is ook absoluut niet voor uitstel van studiekeuze. Dus op dat vlak heb je daar geen medestanders om een hervorming te doen in de zin van de segregatie te verminderen. Ons Vlaams onderwijs wordt ook gekenmerkt door concurrerende onderwijsnetten en een zeer groot gewicht van een privaatrechtelijk onderwijsnet, statiek onderwijs. Weinig landen in Europa waar het zo'n grote rol speelt. Goed, dat is natuurlijk historisch zo gegroeid en zo verder. Maar goed, men spreekt daar wordt geen woord over gerept, ook geen enkel woord over wat dat toch het minimum zou kunnen zijn, dat men toch moet zoeken naar meer mogelijkheden om de netten te doen samenwerken. In plaats van dat ze tegenover elkaar staan, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de eindtermen. Het gezond verstand zegt dat het veel beter zou zijn en het zou veel tijd winnen en zo verder, dat men voor een heleboel vakken gemeenschappelijke leerplannen hebt, want ik heb nog nooit niet geweten dat er katholieke wiskunde is of ik weet niet welke wiskunde, dus wiskunde is wiskunde. En men zou kunnen hopen dat bijvoorbeeld na zoveel jaren dat de verschillende onderwijsnetten op zijn minst voor vakken als wiskunde of fysica en chemie en zo verder, dat die dezelfde leerplannen hebben, dat die samenwerken, dat van betere kwaliteit zou zijn dan elkens in een hoek te zitten werken. Maar helemaal niet. Integendeel, als het dan over de eindtermen gaat, dan zit men eigenlijk met getrokken messen tegenover elkaar voor het grondwettelijk hof. Maar goed, dat is een haakjes. En dan, ik heb het daar straks bij de grafieken getoond, hoge frequentie van zitten blijven. Dus ja, goed, dan zou men toch kunnen zijn. Moet daar toch niet over nagedacht worden? Is dat eigenlijk normaal dat wij hier in België, want het is in het Franstalig onderwijs ook een probleem en nog erger dan in Vlaanderen, is dat eigenlijk wel normaal dat er zo'n groot percentage zittenblijvers is? Het rapport, in tegendeel, pleit eerder, maar het moet wel zijn, zeer genuanceerd, om eerder het zittenblijven te waarderen of zelfs te herwaarderen. En dan een last aspect dat ik wil behandelen. Wij zijn ook een onderwijssysteem met verhoudingsgewijs veel verwijzingen naar het buitengewoon onderwijs. En het moet wel bijgezet worden, het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen is altijd van zeer goede kwaliteit geweest. En nog altijd trouwens. En goed, er is altijd ook een beweging geweest de laatste jaren om te zeggen, ja, is dat wel die buitensporigheid? Moet er niet nagedacht worden om toch wat minder leerlingen naar het buitengewoon onderwijs te verwijzen, dus het hele inclusie-idee. Het rapport gaat heel expliciet in over inclusie, is daar ook vrij genuanceerd in. Wat ze schrijven is vrij zinvol, maar zij stellen zich eigenlijk niet de vraag, hun uitgangspunt is eigenlijk niet van, ja, er zijn buitensporig veel verwijzingen, en hoe gaan we dat nu proberen toch te verminderen? Dus op dat vlak is het ook toch eerder een, ja. Dus globaal gezien, en dat is de betekenis van deze dia hier, dus de kenmerken, de structurele kenmerken van ons onderwijs, die in de richting duwen van sociale segregatie, die worden eigenlijk niet echt geduid. En men pleit zeker ook niet voor hervormingen, voor structurele hervormingen, die in de richting zouden gaan van de segregatie te verminderen. En dus dat is zeker en vast, in mijn ogen is dat de grootste kritiek, die er aan het rapport Brinkman te geven is, dat is heel het aspect van eigenlijk voor een stuk de negatie van het belang van de sociale segregatie en daarmee verbonden de goede sociale ongelijkheid. En dan nog een laatste puntje, en ik zal daar kort op ingaan, als men het dan over gelijke onderwijskansen heeft, en dan heeft het daarover,
En dat citaat die hier komt, dat gaat erover. Dat is een titel ook van een handstuk. Bijzondere aandacht voor gelijke leer- en onderwijs, startkansen van leerlingen met respect voor ongelijke leeruitkomsten. Dat is een titel. En dan heb ik daar een paar zinnetjes uitgehaald. En wat ik daarbij wil opmerken, dat is dat zij zeggen ja, dat die gelijke kansen, dat die eigenlijk als je het goed leest, dus men zegt ja kijk, elke leerling moet ongeacht zijn sociale situatie, zijn context, moet hij de kans krijgen om zich maximaal te ontplooien. En men gaat dat eigenlijk invullen, dus als minstens in staat is om het niveau basisgeletterdheid van de eindtermen te halen. Dus daar legt men eigenlijk de lat. Maar dat vind ik eerlijk gezegd redelijk laag. Dus het niveau basisgeletterdheid in de eindtermen, dus in de bestaande eindtermen, dat betekent, dat is lezen, dat is rekenen en dat is een klein beetje digitale en financiële geletterdheid. Dat is een klein beetje kunnen omgaan met financiële geletterdheid, met geld, een heel klein beetje, en digitale geletterdheid, dat is een paar elementaire zaken kennen van een computer. Maar dat is absoluut niet, dat is niet een basisniveau die je mocht, die je zou toch mogen verwachten als je enigszins bekommerd bent rond excellentie en ambitie voor het geheel van de leerlingen. Dus die basisletterlijkheid, dat slaat bijvoorbeeld helemaal niet, ik zeg nu maar iets, op andere talen, op Frans bijvoorbeeld, niet over geschiedenis, niets over aardrijkskunde en noem maar op. Dus dit wordt in mijn ogen minimaal ingevuld. En er is ook nog een zinnetje die mij toch ook wat stoort, als men ook in de titel al zei, met respect voor ongelijke leeruitkomsten. Dat vind ik een zeer misplaatste uitdrukking. Met respect voor ongelijke leeruitkomsten, als je zegt respect, het is al zo wat er in Vlaanderen het probleem is, dat iedereen voor gelijke leeruitkomsten is, dat er een probleem is van egalitarisme. En alsof dat het probleem is in Vlaanderen en dat je daar tegenin moet in en zeggen, jongen, niet iedereen heeft dezelfde capaciteiten en je moet aanvaarden dat niet iedereen even ver zal raken. En wat dat evident is natuurlijk. Dus op het einde wordt ook nog eens gezegd, het is wenselijk en onvermijdbaar dat er verschillende leeruitkomsten zullen zijn, dus dat het onvermijdbaar is. Daar ben ik mee akkoord, maar dat het wenselijk is, ben ik een beetje in de misplaatste term, als je dan ziet hoe dat de leeruitkomsten in Vlaanderen, in het Vlaams onderwijs, die zijn zo ongelijk, die liggen zo sterk uit elkaar, dat het zeker niet het moment is om te pleiten of om overal de nadruk te leggen op het respect voor ongelijke leeruitkomsten. Dus goed. Dat was het aspect sociale gelijkheid. Dus de eerste as heb ik willen behandelen. En ik ga nog even, als afsluiting van dat stukje, een boek in de kijker brengen die al lang bestaat. En die eigenlijk al het over de sociale ongelijkheid is in Vlaanderen. Die denk ik nog altijd een referentieboek blijft. En die Nico Hier is de oprichter en voorzitter geweest lang een tijd, ook van de Opgevoed Democratische School. Professor Nikeize is door de meesten ook wel bekend, denk ik. Dirk de Sutter is ook iemand die al lange tijd heeft heel actief meegewerkt in OVDS. En ik kom nu tot mijn tweede aspect. Dus namelijk meer het aspect ambitie. En dan heb ik het over veelzijdige vorming van hoog niveau. En ik ga daarin twee onderverdelingen doen, het wat en het hoe. Dus wat, dat gaat dan over de onderwijsinhoud en het hoe is hoe het aanbrengen. Ik begin met het wat, dus de inhoud. Het wat, ja, dat wordt natuurlijk altijd bepaald door de objectieven, of wat men ook soms noemt de missie van een onderwijs. Meestal, als je kijkt, als men daarover spreekt, zijn meestal varianten op drie objectieven. Persoonsvorming, dat kan op allerlei manieren geformuleerd worden, socialisatie of opvoeding en kwalificatie. Kwalificatie betekent voorbereiding op een beroep, voorbereiding om te kunnen werken later. En uiteraard is er daar niets verkeerd mee met die drie objectieven, dus ik stel dat niet in vraag. En dus soms, niet altijd, maar soms als je dan kijkt naar de missie of van een school of zo, ga je ook soms wel een notie lezen
over actieve en dan ook maatschappij betrokken. En soms komt ook het woordje kritische burgers vormen komt erin voor. Voor OVDS, wij zijn akkoord met die objectieven, maar voor ons komt er wel nog een dimensie, vinden wij een belangrijke dimensie van het onderwijs, dat is eigenlijk een beetje onze baseline, dat het onderwijs dient om alle leerlingen de kennis, de vaardigheden, de attitudes, de waarden bij te brengen om de wereld te begrijpen in al zijn dimensies en om in staat te zijn om de wereld te veranderen. Dat betekent dat men ook niet neerlegt bij alles wat er in de wereld bestaat, er is veel aan te verbeteren. Dus het onderwijs dient ook om de wereld te begrijpen en te veranderen. En dat is natuurlijk een ganse boodschap. En het is vanuit, invalshoek dat ik nu een paar opmerkingen wil maken over het wat in het rapport Brinkman. Ten eerste, we beginnen met iets positiefs. In het rapport Brinkman legt men, en dus volgens ons terecht, de nadruk op de kennis en op de kennisoverdracht. En dat staat ten opzichte van de holle, en ik krijg het woord op de nadruk op het woord hol, holle transversale competenties, men heeft dat ook in het rapport Brinkman spreekt men, zijn men letterlijk realisatie van inhoudsvrije vaardigheden, is cognitieve fictie. Dus men heeft het soms over de 21e eeuwse, in het Engels zeggen men skills, dat wordt dan vertaald door vaardigheden, competenties, het is niet helemaal duidelijk wat dan juist moet vertalen in Nederlands in die context. En dat is alsof dat er zouden een soort competenties bestaan die inhoudsvrij zijn. En het gaat dan bijvoorbeeld over kritisch inzicht of oplossingsgericht kunnen werken of oplossend vermogen. Alsof dat capaciteiten zijn die je kunt verwerven totaal los van een concrete inhoudscontext. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Dus als je wilt kritisch willen meedenken, ik zeg nu maar iets, dat je iets zinvol zeggen over de oorlog in Oekraïne. Ja, je kan daar niet zinvol over zijn als je geen bepaalde kennis hebt over de internationale situatie, over de geschiedenis en zo verder. Maar het is niet omdat je daar kunt over meespreken, maar je dan daar kennis van hebt, dat je noodzakelijk ook een kritisch vermogen hebt, of rond de virussen, want dat is een totaal ander kennisdomein. Dus met andere woorden, kennis is ook noodzakelijk om een heleboel, wat dat men noemt, competenties te verwerven. Dus je kan niet die meer complexe capaciteiten verwerven zonder een grondige basis van kennis. En dus het competentiegericht onderwijs is de laatste 10, 15 jaar op een bijna sluipende manier ingevoerd in het onderwijs. En goed, dat vraagt in feite een discussie op zijn eigen. Maar het is in elk geval gepaard gegaan met een kennisrelativisme, met een relativeren van het belang van kennis. En in dezelfde orde, er wordt ook kritiek gemaakt in het rapport Brinkman op wat men noemt leerlinggestuurde curricula. Dus alsof dat de leerling moet bepalen wat hij gaat, wat hij wil en kan leren. Dat is zeker een benadering waar we niet voor zijn. Dus het curriculum moet niet bepaald worden door de leerling, maar wordt normaal gezien bepaald door de eindtermen en voor een stuk door de leerkracht ook. Dus het principe dat er eindtermen zijn, dat de maatschappij, dat de samenleving eigenlijk in de grote lijnen bepaalt wat men in het onderwijs belangrijk vindt dat er moet geleerd worden, dat is een juist principe en dat is juist een garantie, dat is ook de garantie, een democratische garantie, dat alle jongeren gaan in aanraking komen en de kans gaan hebben om belangrijke kennisdomeinen en ook vaardigheden en waarden en attitudes te leren. En dat dat niet is van toevallig met welke leerkracht dan in contact komt of in welke school dat het terecht komt. Dus dat effectief gegarandeerd wordt voor alle leerlingen als een minimale basis. En dus op die punten heb ik hier een paar zaken samengezet die eigenlijk globaal gezien positief zijn in het rapport Brinkman. Dan een tweede, en dat is dan eerder een kritische noot bij het voorgaande. Zij leggen de nadruk op kennis, oké, maar zij leggen daar heel sterk de nadruk op de basiskennis. Dus dat gaat dan over begrijpen, lezen, schrijven en rekenen. En natuurlijk, als je het over het lager onderwijs hebt, het eerste leerjaar, is dat wel effectief. Dat is effectief juist dat men daar de nadruk op legt. Men moet kunnen lezen, dat men veel andere zaken kan doen.
Maar het is eenzijdig van, dus het zal verkeerd zijn van, het is dan een zekere eenzijdigheid. Dus wij als Oproep voor Democratische School, wij pleiten voor een veelzijdige vorming van hoog niveau. En voor ons is het woordje veelzijdig, betekent de, wat wij noemen de klassieke vakken. Dus dat is dan uiteraard meerdere talen, diverse wetenschapsdomeinen, uiteraard wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, filosofie. Dat is ook technische vorming voor iedereen, zowel theorie en praktijk, en dan niet direct specialisatie, maar polytechnisch, dus een veelzijdige technische vorming voor alle leerlingen, dus los van wat men later gaat uiteindelijk, welke studiekeus dat men zal maken. Dat is ook heel het domein van muzische expressie, dus creatieve expressie, dat muzisch betekent niet alleen muzikaal natuurlijk, hè, en kunsteducatie, en uiteraard ook het aspect lichamelijke sport en lichamelijke opvoeding. En dus, het is bijvoorbeeld opvallend in het rapport Brinkman over heel het aspect technische vorming, polytechnische vorming, daar wordt eigenlijk weinig of geen aandacht aan besteed. Zij gaan bijvoorbeeld ook heel expliciet zijn dat men toch moet oppassen voor het binnenbrengen van maatschappelijke topics in het curriculum. Want dat leidt af van de basiskennis. Dat vinden we ook geen juiste benadering. Dus als je zegt, we zijn voor een onderwijs dat de leerlingen moeten de wereld leren begrijpen om hem te veranderen, ja, dan kun je niet de maatschappelijke uitdagingen buiten de klas voorhouden. Dus het is helemaal heel goed dat de klimaatproblematiek bijvoorbeeld letterlijk in het klaslokaal binnenkomt. Dat die in de eindtermen zit, in het vak aardrijkskunde en ook wel in een paar andere vakken zal dat ook wel aan bod komen. En dat er eventueel ook bij bepaalde gelegenheden, dat het zelfs iets verder gaat dan louter kennis, dat er misschien ook wel, zoals in 2019 het geval was in de lente, als er dan een grote beweging ontstaat onder scholieren, dat men zegt, we gaan ook alleen op de straat gaan voor het klimaat, want het gaat over onze toekomst, wel, dat daar dan aandacht voor is, dat vinden wij eigenlijk eerder een positieve zaak dan te zeggen, dat is iets waar men zich moet absoluut ver van afhouden. En dan, ik denk, een laatste punt wat betreft het wat. En nog een laatste, nog een laatste punt, een derde punt, wat we het hebben over het wat. Dat is het volgende, het rapport Brinkman zegt nogal expliciet dat opvoeding, dat een zaak is van de ouders, wat natuurlijk waar is, en dat hij in de school daar niet te veel verantwoordelijkheid rond heeft. Dus met andere woorden, het is opnieuw het argument van de basiskennis, dat moet er op school, je moet een tijd hebben voor de basiskennis, en al die problemen van opvoeding die de school ook moet opnemen, dat gaat niet. Nu, dat vind ik ook een stelling die eigenlijk niet juist is, en die feitelijk volledig de maatschappelijke, sociologische realiteit waarin we vandaag leven, eigenlijk negeert. En ik wil bij die gelegenheid eventjes een citaat opraken uit die commissie van de Koning Boudewijn Stichting van 1994. Ik ga het niet helemaal voorlezen, maar de eerste zin is wel interessant. Omdat dat voor een stuk objectief aangeeft wat de evolutie is in de maatschappij. Dus men zegt op een bepaald moment de participatie gaat, dus het gaat over op de arbeidsmarkt, hè, van vrouwen tussen de 30 en de 34 jaar, is tussen 1970 en 1990 gestegen van 40% naar 80%. Dus met andere woorden, als vroeger een minderheid van vrouwen ging gaan werken, met andere woorden, thuis was en thuis bleef voor de kinderen, was dat in 1990 al een kleine minderheid, want 80% van de, met die over vrouwen van de leeftijd van 30, 34 jaar, dat is wel de leeftijd waar dat, toch vele vrouwen aan kinderen toe zijn of reeds moeder zijn, hè. Dus in 1990 was dat al 80% en vandaag is dat nog gestegen. Ik heb geen officiële cijfer, maar ik denk dat het toch eerder naar de 90% gaat. Dus vandaag is de praktische norm in de maatschappij dat jonge vrouwen ook gaan werken. En dat is natuurlijk dat is een evolutie van de voorbije tientallen jaren. En dus zoals het rapport van 1994 dat dan ook heel goed aangeeft, daar een paar citaten. De ontwikkeling van de arbeidstijd heeft gezorgd voor een toename van de werk- en tijdsdruk op de gezinnen. En zo verder. Dat heeft ook uiteraard gevolgen voor de tijd en de energie die in de gezinnen voor kinderen beschikbaar zijn. En dan komt het tot een min of meer evidente conclusie. Hij leidt daarom tot een toename van vragen en eisen aan de scholen. Met andere woorden, zit daar met de maatschappelijke realiteit
En dan kan je zeggen, ja, kijk als school, we gaan ons ogen toedoen en die realiteit bestaat niet. En de ouders moeten het maar aan een plan trekken. Ofwel zeg je maatschappelijk, de kinderen uiteindelijk de meeste tijd, of een groot stuk van hun tijd, brengen ze door op de school. En het is dan ook maar logisch dat de school ook voor een deel instaat voor de opvoeding. En dat wordt in het rapport Monar van 2009, dus we zijn ondertussen al veel jaren na 1994, wordt dat feitelijk voor een stuk ook hernomen. Hè? Dus men spreekt dat er een toenemende verwachting is van de maatschappij dat de school meest instaat voor de opvoeding van jongeren. En men zegt daar ook op een bepaald moment, ons onderwijs combineert met succes onderricht en opvoeding. Dus dat is toch ook een ander accent dan vandaag in het rapport Brinkman. Er wordt in 2009 in het rapport Monar toch ook eerder positief gesproken over dat de school ook moet instaan voor de opvoeding. Natuurlijk, de consequentie daarvan, goed, dat heb ik jullie niet verder aangebracht, dat heeft natuurlijk geen consequenties. Dat betekent, je hebt meer mensen nodig op school, dus niet alleen leerkrachten, maar ook opvoeders. En goed, dat gaat ook de kwestie van de tijd die de leerlingen dan doorbrengen op school. Dat is het aspect, heel de notie ook van brede school. Dus je moet dan ook die consequentie opnemen als maatschappij. Als je zegt, ja, de school moet opvoedingstaken ook opnemen, moet men natuurlijk ook consequent de school de middelen en de mankracht en de vrouwkracht geven om dat aan te kunnen. Maar het principe dat de school ook instaat, ook moet instaan voor opvoeding, vind ik wel een juist. Dat was het wat. En ik kom nu tot het laatste punt. Het hoe. Dus dat gaat over didactiek natuurlijk, hè, pedagogiek. Dus het hoe staat natuurlijk altijd in functie van het wat, maar het hoe is natuurlijk niet ondergeschikt in de zin, het is natuurlijk ook een noodzakelijke voorwaarde. Je kunt niet zeggen, ja, het wat is belangrijk en het hoe, dat is maar secundair. Ja, als een didactiek niet goed is, dan sta je ook nergens. Je kan een beste leerkracht hebben die specialist is, ik zeg maar iets, die alles begrijpt van genetica en van DNA. Maar als je het niet kunt uitleggen aan de leerlingen, dan heb je er eigenlijk ook iets aan van een leerkracht die een specialist is, maar die niets kan overbrengen. Dus die twee zijn alle twee belangrijk. En voor ons als OVDS is het criterium, dat is een heel elementair criterium, maar heel elementair en algemeen geformuleerd, een goede pedagogiek en didactiek voor ons, dat is dat je in staat bent om bij de leerlingen, en dan in het bijzonder de zwakke leerlingen, de verhouding tot de kennis te verbeteren. Dus dan te horen dat je kunt, ja, voldoende interesse wekken bij de leerling en dat je het effectief kunt aanbrengen. Dat is daar negatief uitgedrukt zijn wij tegen dogmatisme. Dat betekent het doen alsof er maar één methode bestaat en ja, goed, dat dan gaan opgeven als het ene zalig maakt, dat er daarnaast niets zinvol kan bestaan. Maar we zijn ook tegen relativisme, dat is een tegenpool. Zodat alles, elke benadering even waardevol is. Dus als er methodes zijn of benaderingen die na zoveel keren bewezen zijn dat ze veel minder effect hebben of geen effect hebben, ja, dan kan je niet zeggen, iedereen heeft recht op zijn eigen methode. Als het een slechte methode is, dan moet je die methode niet meer blijven gebruiken. Dus er zijn wel, dus effectief, de didactiek is ook een wetenschap en er bestaan inderdaad goede en betere en slechtere methodes. En dus het is wel belangrijk van de goede methodes te leren kennen. En dus tegen dogmatisme en relativisme. Dus tegenover die achtergrond wil ik dan een paar opmerkingen maken rond de didactiek en in het rapport Brinkman. Dus ten eerste, begin ik met iets positiefs opnieuw. Het rapport Brinkman bevat op dat vlak veel waardevolle aanbevelingen. En ik heb daar een paar, ik heb dat proberen een beetje uit te leggen wat dat ik bedoel. Zij pleiten heel sterk voor het belang van wetenschappelijk onderzoek. En daar zijn we zeker voor. Dus goed, zij spreken over neurowetenschappen, dus de wetenschappen van de hersenen, cognitieve wetenschappen. Dus het feit dat we ernstige wetenschappelijke onderzoek gebruikt, daar zijn we zeker voor. En die spreken ook over het belang van evidence-informed, of dat zijn ook zaken die in de praktijk empirisch op de klasvloer bewezen zijn, dat ze effectief werken. Dus dat is in elk geval een juist uitgangspunt. Dat je moet voor leerstrategieën zijn die effectief werken. En ze geven dat als voorbeeld, het is een belangrijk voorbeeld,
dat directe instructie effectiever is. En daar staat dan tegenover, benaderingen die meer te maken hebben met zelfontdekkend of leerlinggestuurd. Dus dat dat effectiever is, en zeker voor zwakke leerlingen, als het gaat over het leren beheersen van technieken en procedures. Dus naast je, dat betekent niet altijd. Ik ga daar straks nog op terugkomen, maar als het gaat over technieken aanleren, procedures, dan is normaal een leerkracht gestuurd instructie effectiever, efficiënter. Dat is de stelling die er staat. En wij denken het OVDS, alhoewel dat ons dan, wij zijn geen specialisten van didactiek, maar wij denken dat wel een stelling is die in het wetenschappelijk onderzoek grotendeels, in veel wetenschappelijk onderzoek wel effectief bewezen is. Het rapport Brinkman rekent af met mythes. En dus met mythes bedoelen we dan met onwetenschappelijke mythes, zaken die eventueel op een bepaald moment populair worden, maar die feitelijk achteraf gezien, of op het moment zelf misschien al door sommigen, maar die dikwijls achteraf uiteindelijk onwetenschappelijk zijn en nutteloos. Of wat dat erger is, schadelijk. En ik heb daar een paar dingen opgenoemd. Dat is niet noodzakelijk allemaal schadelijk, maar het is ook niet altijd nuttig. Goed, ik ga er niet op ingaan, want dat is een discussie die ons te ver zou leiden. Het rapport verzet zich ook tegen een doorgedreven individualisering van leertrajecten. Wat dat nu ook in sommige middels toch heel sterk in de mode is. Alsof dat we nu voor elke leerling een apart leertraject moeten hebben. Dat is ten eerste totaal, dat is materieel onmogelijk en absoluut ook niet wenselijk. En dus het rapport gaat daar tegenin en beklemtoont terecht het belang van de klasgroep. De klasgroep is belangrijk om van elkaar te leren, om samen vooruit te gaan. En het is ook niet alleen op het vlak van cognitief, maar ook om sociale redenen belangrijk. En zij, als we het dan over differentiatie hebben, dan zeggen ze differentiatie oké, maar dan convergent. En dat staat tegenover divergent. Convergent, dat wil zeggen dat je wel ergens naar een bepaald minimum moet komen. En divergent wil zeggen differentiatie die je feitelijk de verschillen tussen de leerlingen nog altijd maar groter en groter en groter, groter maakt. Dus die idee tegen die doorgedreven individualisering, die jammer genoeg nu in sommige middens zeer sterk opgehaald maakt, denk ik dat dat een juiste klemtoon is. En als ik dan bijvoorbeeld in het rapport Monaar van 2009, en ook die voor een stuk gebaseerd was op het rapport van Accent op Talent, als het over didactiek gaat, in het rapport Monaar had het over het AVC leren, activerend, vakdoorbrekend en competentiegericht. Dan vind ik die AVC niet zo, dat was niet echt het beste van het rapport Monaar. Competentiegericht zeker niet. Het vakdoorbrekend, uiteraard, zet ook voor vakoverschrijdende projecten en eindterm, maar dat is voor een stuk ook wel gebruikt geweest om te zeggen, de vakkennis is niet zo belangrijk meer. En daar is toch ook wel een zekere eenzijdigheid in opgetreden. En met het woordje activeren op zijn einde natuurlijk een positieve notatie, activeren. Maar activeren is dikwijls gebruikt geweest ook in de zin van activerende leervormen, in de zin van het mag niet meer leerkracht gestuurd zijn, het moet veel meer, het mag niet echt meer kennisoverdracht zijn, het moet vooral meer de leerlingen zijn die aan bod komen of die zelf sturen. Dus het is ook, maar goed, ik wil niet over dat woord nu niet te heel lang bij stilstaan. Dus maar goed, hier wil ik in feite zijn, rond die didactiek staan er zeker waardevolle aanbevelingen in. En dan kom ik ook nog tot twee eerdere kritische punten of nuances. Over de directe instructie wordt nogal redelijk absoluut naar voren gebracht, alsof het altijd de beste benadering is. En dat is natuurlijk ook niet dus in het klasgebeuren, het onderwijs, dat is niet alleen instructie natuurlijk. Er zijn vakken of vakonderdelen, wat dat uitwisseling, wat dat ervaring, ook van elkaar leren, dat even belangrijk is dan louter leerkrachtgestuurd instructie. Dus op dat vlak is er een zekere eenzijdigheid. En als we het over neurowetenschappen hebben, iets wat trouwens, neurowetenschappen zijn nog in volle ontwikkeling, dus overhaaste conclusies is absoluut een beetje is gevaarlijk. En er is een neiging in sommige kringen om de neurowetenschappen, dat zoiets wordt, dat wordt nu de panacea, waarmee dat men alles kan uitleggen of alles kan voorspellen.
alsof dat men op basis van de neurowetenschappen opeens kan, zou kunnen een didactiek afleggen, maar dat men alle problemen van het onderwijs kan oplossen. En dus ik zou niet zeggen dat zij daar helemaal die toer op gaan, zeker niet. Maar er is toch een klein beetje neiging om de neurowetenschappen misschien iets te veel gewicht toe te kennen. Men moet toch nog altijd de vertaaltoer doen dan, en zeer goed opletten van wat men uit de neurowetenschappen, de hersenwetenschappen afleidt, als men dan wel uiteindelijk terechtkomt op de didactiek op de werkvloer. En dan heb ik nog een laatste puntje. Ik ga er ook mee eindigen, nu dat is nog niet zo. Ik zal dat toch naar voren brengen, omdat dat, zij kritiseren meerdere keren, heel expliciet het constructivisme. En ze hebben het dan over pedagogisch constructivisme. En waarom dat ik het aanbreng, dat is omdat wij met OVDS altijd het constructivisme hebben verdedigd. En dus, natuurlijk, we kunnen ons vergissen. Maar als ik dan goed kijk wat zij kritiseren met constructivisme, zij kritiseren twee zaken waar we mee akkoord zijn, maar die volgens mij niet het pedagogisch constructivisme zijn. Zij kritiseren enerzijds het kennisrelativisme. En kennisrelativisme, dat is een kenmerk van het filosofisch constructivisme. Maar filosofisch is niet hetzelfde als pedagogisch constructivisme. Dus filosofisch constructivisme betekent, er bestaat geen objectieve werkelijkheid. Iedereen is zijn eigen, iedereen is uiteindelijk zijn waarheid. Dus wat dat, iedereen kan iets zijn en het zit in alles wel iets waar, er is geen objectieve werkelijkheid. Dat is filosofisch constructivisme. De ene zegt de wereld is plat, de andere zegt de wereld is een... Ja, natuurlijk heeft iedereen gelijk. Dus daar zijn we mee akkoord met die kritiek, maar dat is niet het pedagogisch constructivisme. En anderzijds, als we het over constructivisme hebben, als we het over constructivisme hebben, dan gaan ze in het rapport altijd, dan kritiseren ze eigenlijk het doorgeslagen, leerlinggestuurde aanpak en spontaneïstisch zelfontdekkend leren. Dus als de leerling alles bepaalt, en dus met die kritiek zijn we ook akkoord. Maar ook dat is geen constructivisme. Dus dat moet dat dan zoals het is. Dat is dan, ja goed, dat is een doorgeslagen aanpak. Maar constructivisme, volgens mij, dat is een... constructivisme betekent dat je kennis aanbrengt door logisch op te bouwen, samen met de leerlingen, stap voor stap. En daar staat tegenover een dogma dat uit de lucht valt. Dus ik zou er voorbeelden kunnen van geven. Ik moest daar ooit voor vragen, ze willen daar wel voorbeelden van geven, maar ik ga dat nu doen. Dat zou weer iets te veel tijd in beslag nemen. En dus, met andere woorden, volgens mij in dat rapport maken ze eigenlijk een verwarring tussen afwijkingen en overdrijvingen. En die soms in naam van constructivisme inderdaad gebeuren. Er zijn inderdaad ook die zich beroepen op constructivisme om, en die dan gelijkstellen aan. Aan een overdreven en spontaneïstisch, alles zelfontdekkend, alles leerling gestuurd, die dat constructivisme noemen. Maar dat is volgens mij dat is niet de definitie van constructivisme. En dus ik vind die verwarring, dat ook jammer is. Nu, het is een woord, het is natuurlijk de inhoud die telt, maar ik vind het toch aan een spijtig dat zij systematisch afgeven op constructivisme, terwijl ik denk dat dat eigenlijk een positief iets positiefs is. Goed, ik ga daarbij bij houden.